Hallo kijkers van NT, ik ben Mark en vandaag hier weer met 60 Seconds. De vorige aflevering hebben we nog eventjes weer een gamepje gedaan, maar nu ga ik eventjes proberen... Dat gaat helemaal goed. Nee, om in survival te proberen om Mary Jane een mutant te maken. Want die moest heel overbouwd zijn. Ik heb eventjes gekeken op Google wat nou de beste manier is. Als er iets met een spin te maken heeft, is er een kans dat ze dan een mutant wordt. Of wanneer er te veel insecten zijn. Of als er iets met een green puddle is, iets in die richting. Dus dan wordt ze een mutant. En ik zie nu al gelijk dat we één dingetje niet hebben. De Boschka boek. Dat is een beetje jammer, maar hey, dat maakt op zich niet veel uit. Dus bijvoorbeeld als ze dan... als er van die bugs komen, ja, dan weet je het al genoeg. Oh, ik heb ook geen ammo en geen wapen. Of ja, wel een wapen, maar niet hier. Je weet wel, geweer. Zo. Ah, ik heb ook geen radio. Hier. Those giant green cockroaches. Ja, daar gaan we gewoon niks tegen doen. Dat is precies wat ik wil. Water kan straks het rol. Nee, ga niet naar buiten. Maar dat is wel kloten dat we geen radio hebben. Hoe moeten we dan weten wanneer de radiatie voorbij is? Geen idee. Slaapproblemen laten we met een medkit gebruiken. Oké. Water. Toppie. En weer verder. Een kijkelcounter. Oké. Nee. Ik wil gewoon dat mutant Mary Jane hebben. Oké, waar is de volgende? Ik zie hem nog niet. Kijk, het begint hongerig te worden, zal de rest ook wel binnenkort zijn. Dat is de hond. Maar zou dat een probleem geven als die hond hier binnenkomt en die cockroaches? Ik ga het gewoon zien. Ja, oké. Nou, de cockroaches er nog. Oké. Okay. Iedereen behalve Ted mag niet te eten. En we gaan weer verder. Nee, ik ga er niks aan doen. Nou, dehydration sick. Nou, jij gaat maar. It's not improved, dat is jammer. Maar ja, ik heb ook geen medkit, dus wat ik ook wil. Met een bel. Ik denk wel dat we bijna niks meer af. We hebben gewoon geen wapens meer. We hebben alleen nog een kilo om tegen die bandieten te helpen. Ja, dat is het gehele probleem juist. Ik heb geen radio. Dus hoe moet ik weten wanneer de dingetjes nou voorbij is? Ah,
iedereen begint weer te zeuren dat ze te drinken hebben. The Lord should get it. Wat bedoel je daar alweer mee? Oh nee. Aha. De hond is back. Want die gaan we best wel hard nodig hebben, denk ik. Pancake, ja, zo heet die. Oké, Mary Jane en Dolores moeten nu te eten krijgen. En dan zal Timmy de volgende beurt wel hebben. Nee. Ik laat Timmy gewoon de volgende beurt naar de... En boven toe gaan. Want ik hoor ook geen Geigerkant meer, dus. Ik zal vast wel niet. Ik twijfel het. Nee. Ik doe niks met die kakkerootjes. Fuck die kakkerootjes. Ja. Mary Jane ook nog ziek. Cut something nasty, ja, dat kunnen we wel zien. Misschien niet de beste manier, maar als het beter maakt, dat is helemaal prima. Niet thuis. Oh, we hebben wel een medkit. Oké, Mary Jane is nog maar net ziek geworden en Dolores is ja, net pas. Of Dolores is al wat langer. Jij gaat dan gewoon naar buiten. Misschien niet het verstandigste idee, maar hey, we moeten toch wat. Nee, ik wil geen kat. Ik heb al een, binnenkort een doggy. Eten. Het is wel een beetje een kut situatie. We hebben geen radio, we hebben geen Boy Scout boek, niks. Nou, bijna niks. Ja, dat wil ik ook wel weten, maar hey. Nou, we hebben nog weer een medkit gekregen, dus dat is op zich mooi. Oké. Okay. Jij krijgt dit. Jij gaat gewoon weer naar buiten. Ik ben toch net buiten geweest. Nu kan het ook nog wel. Oké, okay, nu gaat de Lorus zo dadelijk naar buiten. Nee. Dat gaan we eens even niet doen. Ik haat katten. Eigenlijk niet, maar in deze game wel. Dat is op zich. Timmy moet wat eten en ik geef Dolores dus eten en water, omdat zij natuurlijk naar boven gaat, dus. Dat is wat we moeten, anders heb ik straks een probleem. Daar ligt dus straks de skelet bij de deur. Oké, okay. Timmy moet wat eten en de volgende beurt geven de rest wat te drinken. Sandbox.
En ik kan ook nog de maffa gebruiken. Oké. Okay. Nee. Godver, again. Volgens mij doen die roodjes dus niet goed. Moet niemand wat eten? Nee. Dus van die, de kokroodjes dus niet. Nou, we hebben een bel. We hebben heel wat water, zo te zien. We kennen het in P&R, we sleep. Ja. Oké, okay, gebruik maar de bel. Ik begin zo te schreeuwen. Nou, de bel is nog oké. Oké, okay, sure. Dat, ja, gaan we naar buiten. Maar Jay moet hier blijven. Timmy en Dolores. Ja, en een metke die heb ik zelf nodig. Het is een beetje een probleem. Pancake is dood. Ja, ik kan er niks tegen doen. Ik had gewoon de bugspray moeten gebruiken wanneer ik de kans had. En Ted is weg. Ja. Ik denk dat ik beter deze aflevering gewoon af kan sluiten. En gewoon de volgende aflevering gewoon weer overnieuw proberen. Want dit... Nee, dit wordt het niet. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like voor jou. En dan zie ik volgende keer weer. Later.